Raymond Schultz, TotalTraining.nl en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie de allerbeste fitnessoefening ter wereld vertellen. Zoals jullie weten, ben ik en zijn wij op dit kanaal heel gepassioneerd over squatten, bankdrukken, deadliften, oftewel de powerlift sport. En dat combineren wij met strongman / sterkste man, sterkste vrouw oefeningen. En op die drie allerbeste oefeningen na, is niet voor niks een aparte sport geworden, op die drie oefeningen na is er nog één oefening die gewoon echt fantastisch is. Fantastisch. Die oefening die pakt zoveel spiermassa mee. Die oefening leert jou een juiste lichaamshouden. Dat is gewoon echt de allerbeste oefening. En die oefening is de... Is that a bird? It's a plane. Juist, de heerlijke Farmer Walks. Maar er zijn een aantal veelgemaakte fouten bij deze oefening. En daar kom ik zo op terug. Maar de Farmer Walks is, dat is echt een fantastische oefening. Je onderarmen, je bovenarmen, je schouders, je nek, je rug, je benen, je kuiten, je billen. Alles is aan het werk. En buiten dat kan je ook nog eens heel erg variëren. Je kan hem heel zwaar uitvoeren, je kan hem heel lang uitvoeren, je kan hem snel uitvoeren. Alles is eigenlijk toegestaan met die oefening. Het nadeel is alleen dat heel veel mensen die oefening te simpel vinden en er dus gewoon een beetje mee lopen. Maar zoals jullie in de intro zagen, kan die oefening nog wel eens tikkie zwaar worden. En ja, ik voer hem ook verkeerd uit, maar dat is omdat ik aan het trainen ben voor, of trainen aan het was voor een wedstrijd. En het is leuk om dan eens een keer over je grenzen heen te gaan. Maar dit ga ik niet iedere week doen en zeker niet eens iedere maand, want dan ben ik binnen no time helemaal gaar en overtraind. Om een voordeel uit deze oefening te halen en om hem goed uit te voeren, gaan we dit als volgt doen. We pakken de Farmer's Beat. Natuurlijk in het midden met je handvaten in het midden. We zorgen dat de heup laag is. Trekken de schouderbladen naar elkaar toe. Spannen de buik aan. En je gaat staan. Ik kijk altijd recht voor me uit. Het liefst een meter of twee van de grond. Dan kan je starten met wandelen. En je gedachten simpelweg bij je buik en je schouderbladen houden. Oftewel schouderbladen naar elkaar toe. Aangespannen buik en met trots lopen. En dat is de manier hoe je Farmer Walks uitvoert. Het gaat juist om die kleine lichaamscorrectie. In plaats van naar voren met die schouders, lekker naar achter toe. Laat die rugspieren maar werken. Die hebben helemaal niet zo'n hele grote tik nodig. Het is onnodig om met 110 kilo per hand, hoppakee, zo te gaan lopen. Hoe je ze programmeert in je programma, dat moet je helemaal zelf weten. Dat ligt natuurlijk ook heel erg aan je doelstellingen. Ik zelf doe farmers vaak niet al te zwaar. Ik merk dat mijn handen, er zitten in je handen aardig wat zenuwuiteindes. Ik merk dat wanneer ik de farmers erg zwaar doe, ik mijn deadlifts ook niet meer goed uit kan voeren. En ik varieer er wel eens een beetje mee. Maar ja, persoonlijk is dat voor mij gewoon geen doen, wordt snel veel te zwaar. Dat ligt natuurlijk aan wat je doelstelling is in dit geval. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Kijk dan eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, TotalTraining.nl. Ignite your fire and grow stronger.